Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls, welkom bij alweer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik een What's on my PlayStation 3.0 doen. Dus ja, What's on my PlayStation 3.0. Heel leuk om te doen. En jullie gaan zien hoe dat mijn editstijl is veranderd in een paar dagen tijd. Oké, wij zitten hier dus in mijn PlayStation. En we zitten hier dus bij What's New. En ja, What's New? Wat is nieuw? What's New, boys? En ja, voordat we verder gaan, vinden jullie mijn editstijl leuk in deze video? Laat het zeker weten. En dan laat ik jullie weten hoe dat ik het vond om te editen. In de volgende video al. Hè. Als eerste hebben wij Abzu. Dat is een game die ik niet meer gespeeld heb. Dan hebben we Astrobot Rescue Mission. Dan hebben we Call of Duty Black Ops 4. Call of Duty World War 2 is ook van de partij. Dan hebben wij The Crew 2. The Crew 2, een game dat ik heel lang gespeeld heb. Maar dan weer gestopt ben. En dan terug weer gespeeld, dan terug weer gestopt. Dus eigenlijk, ja. Dan hebben we Days Gone. Days Gone moet ook een hele leuke game zijn. Heb ik ook al lang, heb ik ook niet meer gespeeld. Ik weet ook niet hoe of wat. Dan hebben we Destiny. Wat is Destiny? Wat is dat voor een game? Ik weet het zelf niet. Ik ken Destiny niet, maar ik heb dat gekocht voor een keer te spelen. Dan hebben we Destiny 2. Destiny 2 is ook zo'n game dat ik gewoon gratis gedownload heb. Dan hebben we eFootball PES 2021 Season Update. Wat is dat voor een game? Dat is een PES game. Dan hebben we Enter the Gungeon. Enter the Gungeon is ook zo'n game dat ik niet gespeeld heb. Dan hebben we F1 2019. Daar staan een paar video's van mij op mijn kanaal. Ook één video op Dylan en Sven. Dan hebben we Fall Guys Ultimate Knockout. Dat is ook zo'n game dat ik al lang niet meer gespeeld heb. Ik weet niet, hoe of wat dat in elkaar zit. Maar dat is ook zo'n game dat ik helemaal niet gespeeld heb. En ja. Dan hebben we Farming Simulator 19. Dat is ook zo'n game dat ik niet speel. Allee, dat ik gewoon gekocht heb omdat dat bij PlayStation Plus zat. Ik doe dat wel maandelijks, de PlayStation Plus games kopen. Allee, de PlayStation Plus games bestellen. En ja, dan hebben we FIFA 21, die dat ik er ook heb opstaan. En die dat ik eigenlijk mijn livestream erop afgezet, maar terug opgezet. Voordat ik nog een video wil opnemen voor gamen, doe ik als HD. Dat ook terug is. En ja, dan hebben we FIFA 22, waar nog één dag, 6 uur en 50 minuten erop staan, voordat ik het kan kopen. Voordat ik het kan spelen, sorry. Dan hebben we Gran Turismo Sport. Dat is ook zo'n game dat ik af en toe gespeeld heb, maar niet heel veel. GTA San Andreas is ook zo'n game dat ik voor een paar euro's heb gekocht. Dan heb ik Grand Theft Auto 5, waar ik heel veel gespeeld heb. Zeker de afgelopen maanden heb ik dat gespeeld. Dan heb ik Grand Theft Auto Vice City. Dat is ook zo'n game dat ik bijna niet gespeeld heb. Dan hebben we Hitman 2. Hitman 2 is ook zo'n game dat nu in september bij PlayStation Plus was. Als jullie deze video zien, is het oktober. Maar dat was dus september bij PlayStation Plus. En dat was zo'n game. Ja, het was een game. Dan heb ik Horizon Zero Dawn Complete Edition. Dat is ook zo'n game dat je gratis kon downloaden voor een tijd. Heb ik dat ook gedaan. Horror Adventure is zo'n game dat ik voor een euro heb gekocht. Dus, of een euro en zoveel heb ik dat gekocht. Dan Journey. Dat is ook zo'n spel dat je gratis kon ophalen. Een tijd. Dan heb ik Need for Speed Payback. Dat is zo'n spel dat ik bij PlayStation Plus had. Ik geloof de eerste maanden dat ik dat PlayStation Plus had, dat ik PlayStation had, had ik dat spel. Dan heb ik Moss, dat is ook zo'n PlayStation Plus spel. Dan heb ik nieuwe voetbalgame Online Performance Test, die dat ik eigenlijk zou moeten afhalen. En ja. Dan heb ik Paper Beast. Dat is ook zo'n game dat ik zo zeg van, dat is ook bij PlayStation Plus. Waar zit dat erbij? En ja. Dan heb ik Ratchet & Clank.
Dat is een game dat in april of mei gratis was. Ook bij van Play at Home of zoiets. Dat je zo, dat was iets met de COVID, dat je dat gratis kon downloaden. Heb ik dat ook gedaan. Dan heb ik Red Dead Redemption 2. Waarom heb ik dat spel gekocht? Ik heb dat op CD. Omdat dat stond in heel veel afslag, heb ik dat gekocht. Dan heb ik Res Infinite. Dat is ook zo'n PlayStation Plus spel. En ja. Dan heb ik daar Rocket League. Dat was ook een gratis spel. Dat heb ik ook gratis gedownload van de PlayStation Store. Star Wars Squadrons. Dat is ook zo'n game dat je dat echt van. Dat is PlayStation Plus gerelateerd. Dan heb ik SingStar Ultimate Party. Dat is ook zo'n game dat hier lag. En heb ik die geïnstalleerd. En ja. Dan heb ik Marvel's Spider-Man. Heb ik ook een jaar geleden, iets minder dan een jaar geleden gekocht. Ik wou dat spel hebben. En heb ik dat tot een bepaalde tijd helemaal doorgespeeld. Dan heb ik Marvel's Spider-Man Miles Morales. Dat is een game dat ik onlangs nog gekocht heb. En dat ik ook al gespeeld heb. Dan heb ik Stranded Deep. Dat is ook een zo'n PlayStation Plus game. Dat ik eigenlijk niet in speel. Dan heb ik Subnautica. Dat spel dat begrijp ik niet. Iemand dat spel speelt. Plaats hier in de comments. Hoe dat spel werkt. Want ik snap er niks van. Dan heb ik Thumper. Ook zo'n spel dat met PlayStation Plus was. Ik snap er ook helemaal niks van. Dus hetzelfde. Als je hier in de comments dat kunt plaatsen. Wat dat eigenlijk is, wat dat eigenlijk inhoudt dat spel, dat zou heel leuk zijn. Dan heb ik Uncharted Nathan Drake Collection, waar ik al een video van heb geüpload. En er komt binnenkort nog een meer video's aan. Maar nu ga ik vol op mijn account, mijn kanaal, met FIFA. FIFA, FIFA, FIFA. Dan heb ik Vampire, dat is ook zo'n game dat ik misschien bij Halloween ga spelen. En dan ga proberen uit te spelen. Dat kan ik een Halloween streamje gaan doen. En we starten in de namiddag en we eindigen om 10 uur 's avonds. En ja. Dan heb ik The Witness. Dat is ook zo'n game dat ik niet snap. Dus hier in de comments mogen jullie altijd zeggen hoe dat die game werkt. Hoe dat die physics en al in elkaar zitten. Weer CS7, dat is zo'n spel dat ik met mijn PlayStation toen bij heb gekregen. Dat ik gewoon geïnstalleerd heb. En eigenlijk niet meer heb aangeraakt. WWE 2K Battlegrounds, dat is ook zo'n spel dat bij PlayStation Plus was. Dat ik even heb gespeeld. Maar eigenlijk niks is. Dat is niet echt de WWE 2K. Ja, de WWE. Dan heb ik Zombie Army 4 Dead War. Dus als hetzelfde als bij die andere games. Ik snap hem totaal niet. Dus als jullie hier in de reacties kunnen zeggen van hoe dat die games werken, zou het wel interessant zijn. Dan gaan we naar tv en video. Wat heb ik daarbij staan, gaan we zo dadelijk weten. Daar heb ik Disney Plus bij. Disney Plus heb ik gedownload, omdat we hier thuis Disney Plus zouden doen. En dan heb ik dat gedownload voor als ik hier op mijn tv wil zien. Dan heb ik Netflix. Netflix heb ik sowieso standaard erop staan. Voor 's avonds een keer een serie te zien, als ik niet aan het streamen ben. Dan heb ik YouTube, hetzelfde. Voor 's avonds een keer een video te zien, als ik niet op PC wil zitten. En ja. Dan heb ik Twitch. Hetzelfde als ik een keer 's avonds een stream wil zien van de Shippoop of zo. Of van iemand anders, dan doe ik dat. Dan heb ik PlayStation FC en Eurosport Player. Hetzelfde. Als ik zo een keer een sport wil zien, Eurosport Player en PlayStation FC. Ik weet zelfs niet of dat nog werkt. En dat is zo'n beetje. Dan heb ik nog Spotify erop staan en Capture Gallery, maar daar gaan we niet in zien. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Mijn naam, dat is een altijd Dylan. Ik vond het heel tof om voor jullie deze video te maken. Het gaat me wel veel editwerk geven. Oké. Als jullie deze video zien, is het editwerk natuurlijk gelukt. Bedankt voor het kijken naar deze video. Mijn naam, dat is een altijd Dylan. Volgende. Ik weet niet wanneer dat ik nog een video heb. Vrijdag of maandag. Vrijdag of dinsdag. Als jullie geen video zien, dan is het omdat ik aan het streamen ben. En ja. Bedankt voor het kijken naar deze video. Mijn naam, dat is dan altijd Dylan.
You.